onlangs ook met een nieuwe Videoland-serie begonnen. Kan je vertellen waar dat leuke initiatief vandaan komt? Zeg maar samen met Nasreddin hebben we dat verzonnen omdat we toch van avontuur houden. En we wilden iets maatschappelijks doen. We dachten, ja, de jongvolwassenen zijn momenteel kampen met heel veel problemen. Of namelijk social media of depressie of wat dan ook. En hoe mooi is het om dan met zo'n programma hun de kans te geven om iets te leren. Waardoor ze beter kunnen omgaan in de maatschappij met alle struggles en alle dingen die er zijn. Dus dat. Ja, je maakte ook hockeyvaders voor Videoland. Er kwam onlangs ja, verschrikkelijk nieuws toch wel van Rijkie de Valk naar buiten. Die is overleden. Wat deed dat met je? Het is super heftig. Ik bedoel, hij speelde ook mijn zoon in de serie. Het was een hele intelligente, slimme jongen. Een echte natuurtalent ook. En, maar goed, dat is ook weer iets wat ik zeg. Hè. Ik bedoel, jongeren kampen met, op dit moment met zoveel depressie, zoveel dingen. En daar komt zo'n nieuws ook best wel heftig bij je binnen. En nou ja, het is verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. En zeker op zo'n jonge leeftijd. Dat verwacht je niet, dat wil je niet, dat zou ook niet moeten kunnen. Het is voor iedereen verschrikkelijk. Het is voor alle mensen, voor alle in de hele acteerbranche, collega's, mensen die met hem hebben gewerkt. Ik bedoel, het lijkt me voor zijn familie ontzettend heftig. Voor iedereen was het eigenlijk een enorme schok, zeg maar. Ja.